We hebben toch al jetbaantjes versleten tussenover, of niet? Ja, ze hebben me geprobeerd als van alles aan het werk te zetten. Oh. Ze hebben me geprobeerd aan het werk te krijgen als timmerman, maar gauw plankenkoord. Ja, en mijn meegt dan bij de douane, dat ging ook niet zo soepeltjes. Ik koos mijn eigen grenzen niet. Heb je dan nog heel even geprobeerd als brandweerman, maar mijn lunchje wat te kort. Ja, en wie echt toen nog, ik heb ook nog even die BH's online verkocht, hè? Ja, voor 5 euro. Ik heb ze toch niet voor laten hangen? Ja. Maar nu moet ik aan het werk als gids in een nieuw museum. Doe. Jazeker. Als gids. Als gids. Want doe wetschat over kunst? Nou ja, niet echt. Ja, alleen was ze snel even kunst googelen tussendoor. Maar dat man niet doet, luisteren. Ik doe me het slimmer voor als dat ik ben. Ik ga er staan, ik kwats er gewoon in een puntje aan. Nou, dat wil ik wel eens metmaken. Ja, dat ga ik met. Ja, is goed. Riet stoer voor je? Riet, doe maar. Is goed, maar weet wel, de bierier zit er altijd neven. Dat was al lang weer. We gaan in ieder geval kijken naar een drieluik en het het weten hoe ze best. En dat drieluik dat gaat over de geschiedenis van het navigeren. Dat is vroeger het heden en de toekomst. En dat is dus in het verleden, toen was het toch niet zo eenvoudig om die weg te vinden. En hè, je pakt het kompas en als je voor het westen moest, dan was het naar het westen. Simpel. Dat is simpel, maar wie wist nu dat ze naar het westen moest? Nou, gewoon. Als ze naar Amerika moest, voor ze naar het westen. Ja, oké, Amerika is niet zo moeilijk. Maar stel, er wil ze naar Engeland. Welke kant vlucht ze op? Ja, van waar moet geesten? Ja, dat is precies de vraag. Maar dat is niet lastig. Als ze die af moest, dan moest ze wel weten hoe ze best. Precies, je moest wel weten hoe ze best. Ja, wat een filosofisch geneuzel zeg. Tuurlijk moest ze weten hoe ze best, maar dat weet ze toch? Nou, dat wordt toch vroeger niet altijd het geval. Want als nu bijvoorbeeld lang op zee zaten, dan dreven ze af, dan wisten ze niet hoe ze zich bevonden. Ja. Dus wil ze weten hoe ze her moest. Zo makkelijk om de weg te vinden. Gelukkig is dat tegenwoordig een stuk in bodem. Ja, over de tom-tom. Stom, stom, stolse mijnen. De lui kijken alleen nog maar op de ding. Ja, zeg dat.
Ze zijn lui. Die vertrouwen dat Charmke meer is wat ze door de vuurrood zien. Ja. Laatst nog, hè. In Berg. Waar een is van de veerstoep gereden. Zo de maas in. Tom zei dat het ging. Niet normaal, hè. Hé, hey, maar wat maakt zo'n Tom nu zo speciaal? Ja, dat zit, hoe zei Hermans. Ja, oké. En wie weet er dat? Dat is een kaart. Ja, dat is een kaart. Maar wat is het verschil met een tom-tom en een gewoon kaart? Och, ik weet het. Vertel. De wet was best. Oh, hey, daar heb je op gelet. Chic apparaat, daar zo'n tom-tom. Ja, slim. Kijk alleen lens naar zetten. Nu is het niet, man. Zetten is toch geweldig? Ja, zeker. Zetten is geweldig. Maar reuzen die werden genetisch aangepast, wie weer dat fijn vinden. En ook dieren die doen weer klonen. Dat geeft toch best wel weet. En wat heeft dat met de wereldkaart vandoen? Nou, nee, direct met de kaart. Het is meer een wereldbeeld. Kijk ook eens wie weer overal bekeken en gefilmd werden. En hoe dat niet gebeurt voor ons, dat doen we weer hetzelfde al. Joh, wie Facebook en Tinder. Een beetje Reda Love, man, hè? Hey, Reda Love, chica. Maar als Reda Love de weed geeft, dan kreeg ze de versie van de revue. Van Reda Love, de clones en drones. Oh!
Dames en heren, finale. Wat wordt het nu? Linksaf, rechtsaf of toch maar gewoon hieraf? Ja, dames en heren, helaas kunnen we al het gooien en eind met zich. Hoop dat je hier genoten hebt. Morgen vanuit en daarvoor een applaus voor ons revueorkest. Een applaus voor het licht, het geluid, de techniek, alles wat daar boven zit. Om ervoor zorgen dat je hier alles goed kunt zien. De medewerkers van de garderobe, van de entree, van de bar, van de bonnen, het stichtingbestuur, eigenlijk alles wat eromheen zit, wat ervoor zorgt dat je hier een fijne avond hebt. Ook bedankt. Onze floor manager Kim, daar mag je ook voor klappen. Michel van het Doek, dankjewel. En Daniel, goed, die zijn de ganse nacht een bier geweest. Ze waren weg, ze kwamen druk. Ons presentatieduo Ellen en Koen. En dan de dame die ervoor gezorgd heeft dat onze nachtegaaltjes netjes bij de liedjes hebben gezongen. Dan komt ze terug, Ankie Dormans. En dan onze regisseur, die ervoor gezorgd heeft dat we er vandaag niet uit de box zijn gevlogen. We hebben weinig bekeuringen gekregen. Dat is er voor u, onze Mighty Mike, onze Master of Wheels, Mike Severens. Ja, dames en heren, ik wil nog één ding vertellen. Het is eigenlijk heel belangrijk voor alle nu die Nederland zelfs gekomen, maar spik en span in het LVK gewonnen. Allemaal alvast genoeg thuisplaats en een fijne vastelopen. Bedankt dat je hier waart en ik hoop tot volgend jaar. Bedankt.